Op social media is enthousiast gereageerd op het optreden van The Weeknd tijdens de pauzeshow van de Super Bowl. De zanger was zondag trending topic op Twitter en het regende complimenten onder posts die hij zelf van het mini-concert heeft gedeeld. Op Twitter werd ook gegrapt over het optreden, zo was een van de decors voor talloze memes. Tekst gaat verder onder advertentie: De Weeknd wandelde tijdens Can It Feel Me feest door een verlicht spiegeldoolhof en trokken daarbij op een bepaald moment een verward hoofd dat groot in beeld was. Kijkers kozen ervoor dat beeld op pauze te zetten en grappige teksten te bedenken bij een foto daarvan. De foto werd veelvuldig voorzien van komische teksten. Wat mijn collega's zien tijdens zo'n vergaderingen, wanneer ik denk dat mijn camera uitstaat, grapte een twitteraar. De foto's op mijn iPad als ik hem heb afgepakt van mijn kleuter, schreef een ander. Wanneer je met je ouders probeert te facetimen, deelde weer iemand. De Weeknd zou miljoenen hebben neergelegd voor zijn show. Zo trad hij ook op voor een Las Vegas achtergrond en was bij zijn slotnummer Blinding Lights bijna het hele veld gevuld met achtergronddansers die dezelfde kleding droegen als hij. Maar een masker over hun gezicht droegen. Buzzelets blokkade.